C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Ik denk dat we er alles aan doen om met Limburg tegen 2050 zo klimaatneutraal mogelijk te zijn. Is een klimaatneutrale gemeente mogelijk? Wat zegt de wetenschap? Een klimaatneutrale gemeente is een gemeente die niet mee bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Dit wil zeggen geen broeikasgassen uitstoten. Dit drukken we uit in CO2-equivalenten om verschillende soorten broeikasgassen makkelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Zo wordt bijvoorbeeld ook methaan uitgedrukt als CO2. Elke gram CO2 die in een klimaatneutrale gemeente wordt uitgestoten, moet op de een of andere manier in die gemeente ook uit de lucht worden gehaald. Kan een gemeente hiermee voor zorgen? Voorkomen dat er CO2 wordt uitgestoten. We moeten beseffen dat de grootste hoeveelheid CO2 waar een gemeente voor verantwoordelijk is, wordt uitgestoten buiten de gemeente. Zo koopt de gemeente allerlei producten, zoals elektriciteit, voedsel, papier, aan die buiten de gemeente wordt geproduceerd. Het eerste wat een gemeente moet doen, is het eigen aankoopbeleid verduurzamen en de eigen bevolking daartoe aanzetten. Het verwarmen en koelen van gebouwen is een belangrijke bron van CO2-uitstoot. Een gemeente kan bovenop de Vlaamse bouwreglementen extra eisen opleggen als er huizen worden gebouwd of verbouwd. Bijvoorbeeld strengere normen qua isolatie of er subsidies voor geven. Ook het verkeer is een belangrijke bron van CO2-uitstoot. Dus een gemeente kan proberen het verkeer sterk te verminderen. Bijvoorbeeld door taksen te heffen per gereden kilometer, het instellen van een lage emissiezone of het verbieden van oude wagens. En een gemeente kan inzetten op openbaar vervoer, fietsers overal voorrang verlenen, zorgen voor goede fietspaden. Een gemeente kan dus van alles doen om de CO2-uitstoot in het verkeer te laten dalen. Al is het niet altijd even makkelijk. KU Leuven becijferde bijvoorbeeld voor Leuven dat 55% van de uitstoot afkomstig is van de snelwegen. Daar kan je als stad weinig aan doen. Omgekeerd, als je een project als U-Place naar een gemeente haalt, dan weet je dat dit extra verkeer aantrekt en de uitstoot zal stijgen. Dus, als je als gemeente klimaatneutraal wil zijn, moet je het energiegebruik en de CO2-uitstoot naar beneden krijgen. Is een klimaatneutrale gemeente mogelijk? Een gemeente kan heel wat dingen doen om mee te stappen in een CO2-vrije wereld, maar helemaal CO2-neutraal is erg moeilijk. En op dit moment is nog geen enkele Vlaamse gemeente dat. Het is goed om ernaar te streven, maar het mag geen blind streven zijn. Een gemeente moet in de eerste plaats werken aan een klimaatplan. We moeten stoppen met ad hoc maatregelen en werken aan een lange termijnvisie. Langer dan de 6-jarige beleidstermijnen. En de verschillende maatregelen in dat plan moeten op elkaar worden afgestemd. Als de overheid investeert in een warmtenet, moet er bijvoorbeeld rekening mee worden gehouden dat de huizen op termijn ernaar streven om passief te worden en het dus misschien niet nodig is om extra warmte naar de huizen te brengen. Of als we de energiemeters laten terugdraaien bij zonnepanelen, dat mensen dan net meer energie gebruiken omdat het toch gratis is. Een belangrijk aandachtspunt is ook om het groter geheel niet uit het oog te verliezen. Een gemeente moet werken binnen de context van Vlaanderen en Europa. Een gemeente met een klimaatplan zal daarom ook moeten praten, overleggen en onderhandelen met deze overheden. Dus, belangrijk is dat we gaan voor een totaalpakket aan maatregelen. Niet alleen maatregelen die sexy zijn. Wie wil gaan voor een klimaatneutrale gemeente?